Hallo, ik ben Tony Bliek van TMC Woonwinkels, verantwoordelijk voor de financiën bij TMC Woonwinkels. TMC is een familiebedrijf. TMC is een echt familiebedrijf. Is het merkbaar dat het een familiebedrijf is? Maakt dat het anders? Ik denk dat het betrokken zijn op de klant nog wel ietsje scherper is. En ik denk dat de structuur binnen zo'n bedrijf is heel direct. Kenmerkend voor TMC is de hoge servicegraad. Wij in feite, wij doen alles voor een klant, als het kan. Toen hadden wij een keer intern het idee opgevat van we moeten eens iets over after sale iets opzetten. Nou ja. Waar vind je die zo snel iemand? Dus, maar ik had een foldertje van Anton. Dus Anton een keer uitgenodigd. Van, ik dacht, wat is dat voor man? Praatje gemaakt. De klik was er. We werden al een beetje familie van elkaar. En toen dus die vraag kwam vanuit hier intern om iets after sale te doen, heb ik aan Anton gevraagd, waar zie jij dat zitten? En dat was dus gewoon bedrijfsbreed. We hebben het magazijn bij ons. Hebben we gewoon 100 stoelen laten aanrukken. Alle personeel uitgenodigd. En Anton heeft daar, vond hij veel te groot natuurlijk. Want hij werkt liefst in groepen van 8 mensen. Dus in één keer 100 is dan veel te groot. Maar hoe ging dat? Het ging prima. Want dat is het voordeel van salesopleidingen. We maken alles op maat. Voordat we iets gaan doen, zitten we eerst eens een paar uur aan tafel samen. En dan zeggen we, dit wil ik. Dit is in feite ons probleem. Ik zou daar graag een training op willen hebben. Maar die schrijven we dan ook helemaal op maat samen uit. Je zegt we maken het op maat. Maak je samen met Anton? Ja, Anton heeft natuurlijk de ideeën omtrent scholing. Alleen ik heb de input over wat er dan voor ons bedrijf belangrijk zou zijn. Dus het is inderdaad we. En toen kwam Anton zelf met een vindingrijk idee. Om ons verkooppersoneel te scholen. En dat kon dan in een WVA-traject. De wetvermindering afdracht. Dat betekent dus gewoon dat je voor elke verkoper of verkoopster die studie volgt, dat je daar gewoon een stuk belasting van terug kan krijgen. Feit is gewoon een training op maat geweest. Maar wel hebben we ook een diploma gehaald, zelfs op plaats. En dat was een brandsdiploma? Het was een brandsdiploma, ja. Dus dat was, ik vond zelfs een fantastisch traject. Want wat vonden de mensen ervan? Volgens mij hebben ze Anton gemiddeld iets van tussen een 8 en een 9 gegeven. Dus ze waren zeer enthousiast. En ook over een vervolgtraining. Ik denk dat 8 van de 10 zeiden van doe maar. En waar waren ze enthousiast dan? Ja, vooral over het op maat gesneden verhaal van Anton. En ook gewoon erop terugkomen wat hij de vorige keer behandeld was. Van jongens, wat hebben we ermee gedaan? Is er inderdaad bijverkopen? Als je stoel verkoopt, onderhoudsmiddel erbij verkopen, is het gebeurd? En vertel je succesverhaal eens, weet je wel. Dus het was ook direct merkbaar zelfs in de verkoop dat die trainingen werden gedaan. Nou, we hebben een heel nauw contact gehad. Ik denk dat we tijdens die training is Anton zeker 4 of 5 keer in het jaar wel ook bij mij gewoon langs geweest. We hebben, als hij een keer wat signaleerde, zou ik zeggen, vanuit de groep, dat hij zei van, hé, dan moet ik toch eens even wat hogerop vertellen. Dan kwam hij ook gewoon naar mee. Bijvoorbeeld als hij over servicegraad binnen het bedrijf een training volgde, dan ging hij echt naar die afdeling toe waar dat behandeld werd. En dan ging hij echt vragen van, jongens, wat zijn de problemen? Wat moet ik echt benoemen? Dus ja, we hadden heel intensief contact. Wij zijn tevreden. Ik natuurlijk ook omdat ik dat samen met hem dan opgezet heb. Maar vooral ook het mooiste vinden wij dat het personeel tevreden was die aan deel heeft genomen. En dan kreeg hij echt gemiddeld gewoon, ik denk richting een 9 zeker. Anton kan zich goed inleven in het gebeuren van TMC. En hij nam het goed over wat wij dan inbrachten. En dat was gewoon een prima verhaal geworden wat ons betreft.